Goeiedag en welkom weer bij een aflevering van Alpha Audio. Vandaag op onze tafel de Bryston B135 SST3. Is hij nieuw? Nee. Is hij interessant om even naar te gaan kijken? Zeker wel. Check it out. De B135 SST3 is niet echt een nieuw model, maar we vonden het interessant om er naar te gaan kijken, want het is een ja, geïntegreerd model van de Canadezen. En je hebt natuurlijk nog een model eronder, de B60 uit mijn hoofd. Maar wie wat meer power wil en nog meer Bryson ballen, die kan voor een B135 gaan. En die heeft nog steeds de compactheid van een geïntegreerd model, maar die heeft wel een beetje die spierballen die je gewend bent van een losse voor eindcombinatie. Nou. Meer dual mono dan dit gaat het waarschijnlijk niet worden. Want check it out. Achterop zie je gewoon links en rechts. Compleet apart voor de input zelfs. Dus het is even wennen voor wie links en rechts uh, boven elkaar heeft gehad. Altijd achterop een uh, voor, voorversterker. Maar ja, nu heb je dus links en, en rechts. Of even omgedraaid voor de camera. En er zitten ook drie voedingen in. Je hebt twee voedingen voor de eindversterkers en een voeding voor de voortrap. Dus het is behoorlijk serieus qua opbouw. We hebben hem geprobeerd open te maken. Maar ja, Bryston, de schroeven zijn een beetje gaar. Dus we gaan het niet nog een keer proberen, want straks dan draaien we de hele boel kapot. En dan ja, we moeten we er maar vanuit gaan dat de plaatjes op jullie website kloppen. Um, het front is uh, à la Bryston behoorlijk sober. Je hebt gewoon inputsknoppen uh, en een grote draaiknop in het midden om de boel te regelen. Um, ja, er zijn optionele modules voor deze versterker verkrijgbaar. Een Phono MMC en een uh, DA-Converter module. Die gaat tot 96 kHz, hebben we gezien. Prijzen zijn niet bekend voor ons, dus we moeten het even gaan uitzoeken... en vragen aan de importeur wat precies de prijzen zijn van die uitbreidingsmodules. Maar daar komen we dus nog op terug als we de review van deze, van, van deze geïntegreerde versterker gaan doen. Nu we het toch over prijzen hebben... Verwacht bij Bryston in dit geval geen koopje, want dat ding kost 6000 euro zonder modules. En dan zit je wel in het vaarwater van bijvoorbeeld een Hegel uh, of een, een Moon, zelfs die ja, voor dat soort bedragen wel een geïntegreerde dak bieden. En soms zelfs streaming in het geval van Hegel. Uh, dus we gaan heel goed hier naar luisteren om te kijken: van ja, wat biedt het nou voor die 6000 euro? Uh, zijn die optionele modules interessant qua prijs? Uh, met name de dak, want ja, 96 kHz. We hopen dat er snel met een nieuwe module komt. En als dat zo is, laten we het jullie natuurlijk wel weten. Want ja, in deze tijd van high res audio en streaming is 96 kHz mm, lastig, zullen we maar zeggen. We zijn wel heel erg benieuwd naar wat deze B135 SST3 kan bieden. Want we zijn. Ongelooflijk verliefd op onze 4B SSD 3. Het is echt een waanzinnig mooie eindversterker. Kan het beter? Ja, maar dan moet je echt heel erg veel meer geld gaan neertellen, gokken we zo. Dus wij gaan deze geïntegreerde Canadees even goed aan de tand voelen. We bedanken jullie weer voor het kijken. Heb je nog niet geabonneerd op ons YouTube-kanaal? Onderop zit een knop. Abonneer, dat vinden we super tof. Tot de volgende keer en doe rust gaan met dit warme weer. Maar het is wel nieuw genoeg voor ons om. Is uh, gaan. Blulululul. Het front van de B135 is echt heel erg sober. Bang. Even kijken wat die dan weer gods, kost. Uh, ja, dat weten we natuurlijk niet. Ja. We gaan het even uit bekijken. Dus wij gaan deze. We bedanken weer Jezus. Zo, het is echt warm. Klik onder je op. Jezus Christ. het is echt heel erg.